Welkom bij een nieuwe aflevering van een helemaal nieuw seizoen van Buitengewoon. En met de nieuwe presentator, Twan Teunissen, welkom. Goedemorgen. Nou, volgens mij kun je geen betere start wensen, hè? Met zo'n zonsopgang en een strak blauwe lucht en overal vogelgeluiden. Nee, het is prachtig. Prachtig gebied, midden in de weilanden, roepende weidevogels boven ons hoofd. Prachtige ochtend. Dit is ook wel een beetje jouw lentegevoel, geloof ik, of niet? Ja, lente, dat is voor mij toch ook wel die roepende grutto's, kievieten met de eerste jongen die er rondlopen. Ja. Het wordt een prachtige dag, denk ik. Hey, en nu zie ik, je hebt geen camera bij je, nee. Zoals Ruben had. Maar je hebt volgens mij wel net zoveel kennis van de natuur als hij had. Ik hoop het, misschien wel meer. Misschien wel meer? Ja. waar heb je die op gedaan? Nou, van kinds af aan kijk ik naar vogels. Begonnen bij mijn geboortedorp Gent, langs de Waal. Begonnen met vogels kijken. Later ook heel veel met planten gaan doen, met insecten, met vlinders. En later ook gaan werken bij natuurorganisaties. Ik werk bij ARC en ik werk voor Rewilding Europe. En nou, nu ook voor Buitengewoon. Ja, nu zitten we hier in de weilanden bij Elburg, een weidevogelgebied. Mm-hmm. Je noemde net al een aantal vogels. Zijn dat vogels zoals de grutto en de tureluur waar je vandaag naar op zoek wil gaan? Nou, ik ga vandaag op zoek naar de tureluur. Heel mooi klein beestje, rood snaveltje, heel makkelijk te herkennen. En ook naar de schoolekster, heel makkelijk te herkennen. Zwart met wit, dikke rode snavel, valt rode poten. Valt op hier in het gras, ja. Valt op, mooi beest. En die gaat als hardste achteruit van de weidevogels. Wordt echt een zeldzame vogel, dus die is echt heel bijzonder aan het worden. Dus het is maar de vraag of je die vindt ook. Ik hoop het, ja. Ik heb zo'n afspraak met een boer Gerwin. En nu hoef ik jou niet te vertellen dat boeren en weidevogels niet altijd even goed samengaan, want ze hebben ja, allebei een ander belang bij het weiland. Maar dit is een speciale weidevogelboer. Nou, en ik ga uitzoeken wat dat is en waar zijn liefde voor vogels vandaan komt. En later op de dag ga ik naar een landgoed, naar de vrijwilliger van het jaar die elke dag op het landgoed werkt. Want het barst hier in de omgeving van de landgoederen. En dan zie ik jou aan het eind van de dag weer terug. Dat is goed. Hey, heel veel succes op je eerste dag. Dankjewel. En tot vanavond. Tot straks. Roepende kievieten, roepende grutto's en dat allemaal in het land van de weidevogelboer, van boer Gerwin. En nu zit het vol met kievieten en grutto's en dat is niet altijd zo geweest. Als je hier 100 jaar geleden had gelopen was het veel natter geweest, waarschijnlijk ook meer bloemen. En toen zaten grutto en kievieten hier bijna niet, toen zat het hier nog vol met kemphaan, watersnip. Inmiddels hele zeldzame weidevogels geworden in Nederland. Eigenlijk alleen nog in natuurgebieden. En die grutto en kievieten die kwamen later, toen het land droger werd. Beter voor de boer, maar ook goed voor de grutto. Sinds de jaren 90 gaat het ook heel slecht met die grutto. Aantallen gaan achteruit, zelfs de kieviet gaat nu achteruit. Worden zeldzaam. En dankzij dit soort weidevogelboeren doen ze het nog. Nou, wat brengt de toekomst? Geen idee. In de tussentijd hebben we wel twee nieuwe weidevogels gekregen. De tureluur en de schoolekster, van oorsprong broedvogels van de kust, die zijn het binnenland ingetrokken. Die weilanden waren geschikt, maar ook die gaan inmiddels achteruit. Dus wat er met die weidevogels gaat gebeuren, weten we nog niet. Maar hier zitten een goede aantallen, je hoort ze. En nou ja, dit is echt het lentegevoel in de Hollandse weide. Nou, ze zijn er klaar voor, hè? Ze staan echt voor het hek te wachten. Ze willen graag naar buiten. Eerste keer, hè, voor ja. Als je deze lente. Ja. Nou. Gaan we, jongens. Oh, ze gaan meteen. De stier gaat ook mee. Wie is de stier? Welke is de stier? Deze is oh, deze grote. Ja, die is niet te missen, trouwens. Ja. Wat zijn het voor soort koeien, Gerwin? Blonde d'Aquitaine. Blonde? Of een Franse vleesras is het. Ja.
Daar zit een grotto in het grasland. Nou, hij zit een beetje te pikken op zoek naar eten. Nou, hij let ook op ons. Natuurlijk let hij op ons. Je ziet hem ook af en toe pikken. En die grotto's in je grasland bij een boer, dat is ook nog goed als je boer bent. Want grotto's die eten tot honderden eemelten per dag. En eemelten, dat zijn ja, hele kleine larfjes van langpootmuggen. En die larven van die langpootmuggen die eten het gras op, de wortels van het gras. Dus heb je grotto's in je grasland, nou, dan heb je in ieder geval duizenden en duizenden eemelten minder per jaar. Dus ze zijn nog goed voor de boer. Nou, ze hebben hun plek weer gevonden in het weiland, hè? Ja, ze zijn lekker aan het grazen. Ja. Ik zie je bijna een beetje trots kijken naar de koeien. Is dat ja, ook zo? Voel je dat ook? In het voorjaar is er een prachtig gezicht dat de koeien zo naar buiten doen. Ja. Maar jij bent een ecologische weidevogelboer. Betekent dat ook een hele andere manier van boeren? Dat lijkt mij wel. Ja, we gebruiken geen bestrijdingsmiddelen. En het onkruid, ja, dat moeten we met de hand eruit halen. Ja. Dus dat is wel intensief werk. Absoluut. Maar op zich gaat het prima. Ja, dat is wel, maar een onderdeel van het ecologische boeren is ook dat je rekening houdt met vogels hier in het landschap. Ja. Nu zijn die koeien net door Dolle heen naar buiten gegaan. Vertrapten die nu niet al die eieren? Nee, in dit perceel zitten geen kievitseieren of grutels of zo. Dat zoeken we voor die tijd. Dat heb je al helemaal nagezocht. En, ja. Ja, ik heb een aantal vrijwilligers. Die bel ik dan op en zeg, nou, ik wil daar koeien in doen. En die gaan dan kijken. Maar ze zitten er wel, de vogels? Ja, hier in deze buurt zitten ze wel. Ja, maar niet in dit perceel niet. Dus een stukje verderop kunnen we misschien straks wel wat vinden? Dan kunnen we straks zeker wat vinden, ja. Ik ben wel benieuwd, ik wil wel wat zien. Zullen we die kant zo op gaan? Ja, laten we doen. Ook heel zachtjes. Nee, even kijken. Ja. Hey. Oh ja, kijk, ja. Hier heb je een nest. Ach. Hey, het is van een kieviet. Ja. Die zullen, ik denk deze week zo'n beetje moeders uitkomen. Oh, en de moeder is nu ergens aan het toekijken waarschijnlijk. Die zie ik op het moment niet vliegen, nee. Hoe zie je nou dat het kievietse eieren zijn? Dat kun je zien aan de kleur, gespikkeld, zwart gespikkeld. Ja. Echt een schutkleur, hè? Nou ja, maar ze liggen niet echt heel erg beschut hier in het land. Ik bedoel, ze zijn vrij kwetsbaar zo. Ja, het gras is nog niet zo hoog. Een kieviet legt meestal ook wel in wat kottelgras. Ja. Dus de grutto-eieren zijn moeilijker te vinden? Ja, die zijn echt zeker moeilijker te vinden. En tureluur ook. In lange gras leggen die daar. Ja. Ja. Ja, je kunt zien dat ik mest uitgereden heb. Hoe zie je dat? Dat kun je zien aan de stro. Ah, oh, wat er allemaal omheen ligt. Ja. En dan gebruiken ze weer voor het nestmateriaal. En ze is goed bezig geweest, 4 eieren. Ja, 4. 4, dat zit eigenlijk wel fijner voor een kieviet. Voor het bosbeen past er dan precies tussendoor. Oh, ja, dan zit ze niet zo heen en weer te hobbelen. Ja. Ze liggen mooi met de puntjes naar elkaar toe. Dus heel mooi symmetrisch zo. Ja. Ja. Wat heb je nou eigenlijk met dat vogelen? Want je houdt van kieviet, maar ook tureluurs, grutto's. Je hebt daar echt iets mee met die weidevogels. Ja, het zit er eigenlijk vanaf mijn 10e. Ging ik vaak ook nesten zoeken en zo. Het zit er eigenlijk dan wel in. Als klein jongetje trok jij er al op uit met je verder kijken? Ja. Ja, dat gingen ze opzoeken en markeren. Maar wat is er dan zo mooi aan? Ja, ik weet niet. Misschien de kik of zo. Ja, je hebt er gewoon wat mee. En het verveelt het nooit? Nee, eigenlijk niet. Het is elke keer als je weer wat vindt, dan is het weer. Dat doet toch weer wat. Dotterbloemen in een boerensloot. Nou, een mooi Hollands plaatje. En dotterbloemen zijn zeldzaam geworden. Als je 50 of 100 jaar geleden hier in de graslanden op de overgang van de Veluwe naar het Veluwemeer had gestaan, wat toen het de Zuiderzee was, was het hier heel nat geweest, die graslanden. Waarschijnlijk was het nu plasdras. En waarschijnlijk was het nog geel geweest van deze dotterbloemen. Een prachtige plant, een soort hele grote boterbloem. En hij is verdwenen, of bijna helemaal verdwenen, uit die graslanden. Bij de meeste
boerengrasland is die helemaal weg. Maar hier, bij de weidevogelboer, daar staat hij nog. De boerenslootjes. En daartussendoor, daar zie je overal holpijp staan. Dat is een paardenstaart met die mooie bolletjes erbovenop. Daar zitten de sporen in. Dat is een sporenplant, dus hij krijgt geen zaden, maar sporen. En die holpijp met die langgerekte stokjes bijna. Dus samen met de dotbloem ook een teken van schoon water. Die boer die gebruikt geen drijfmest hier. Hij gebruikt geen vergif, hij spuit niet. En daar is die heel schoon. En die holpijp is ook nog een indicator, zoals het heet, een kenmerkende soort van schoon kwelwater. En dat kwelwater dat komt hier van de Veluwe, komt hier naar beneden. En dat komt hier in deze weilanden en in de slootjes aan de oppervlakte. Ook voor weidevogels is dit goed. Veel dottenbloemen, maar ook in de weilanden veel mooie roze pinksterbloemen. En her en der staan scherpe boterbloemen, veldzuring staat hier. En op die bloemen daar zitten wel heel veel insecten. En daar leven de weidevogels van, vooral de kuikentjes. En dat is een groot probleem voor de weidevogels in Nederland. Dat ze nog wel eieren leggen, dat de eieren ook uitkomen. Maar dat vervolgens de kuikens niet groot worden, omdat er te weinig te eten is. Aan een weiland met zoveel bloemen, nou, daar doen ze het heel goed. Is het nou niet ontzettend lastig voor je om op deze ecologische manier te boeren? Voor de weidevogels wel. Tenminste, maar voor jou? Ik bedoel, kan je leven hier? Bedoel, je moet later maaien, op een andere manier bemesten? Ja, ik moet meer stukken land laten staan. Ook dat gras laten staan. Ja. Dit is wel... op zich, het lukt het wel. Maar kan het wel uit dan? Eigenlijk niet, nee. Nee? Nee. Maar hoe leef je dan? Subsidies. Die zijn we echt hard nodig. Want je hebt die subsidies nodig? Ja, die zijn we echt hard nodig. Ja. Maar dat is nog maar de vraag. Want we zitten in een ontzettend onzekere politiek klimaat op dit moment. En zoveel geld voor natuuristen niet. Nee, dus ik hoop wel de subsidie houden. Ja. Zo toch wel... Wat dan? Want wat gebeurt er als die subsidie verdwijnt voor jou? Inkomsten. Er zijn heel veel inkomsten lopen we dan mis. En zou je dan toch nog doorgaan? Dan wordt het wel heel moeilijk, ja. Dan moet je wel heel idealistisch zijn. Ja, ik denk het wel, ja. Ja. En ben jij dat? Qua weide volgens wel, ja. dat ga ik wel door. Maar ja, ik weet niet, als we dan het spul rondkrijgen, dat het financieel haalbaar is. Ja. Ja, dus moet maar aanwachten, hopen dat het goed gaat. Huh? Mijn naam is Nico de Haan, ik ben vogelaar en vogelbeschermer. En mijn stelling is dat de natuurbescherming een veel directere en hardere actie zou moeten ondernemen om de rampzalige bezuinigingsplannen op het gebied van de natuur van de overheid te keren. Als je teruggaat in de tijd en je ziet hoe midden vorige eeuw, zeg maar van 1950 tot 70, de natuur in Nederland door ruilverkavelingen, door verstedelijkingen, wegen is vermest en versnipperd en achteruit gegaan is. Is er op een gegeven moment besloten dat moet niet zo doorgaan. En toen is er besloten we gaan dat restaureren. Dus het is niet zo dat er heel veel geld aan de natuur besteed is om maar meer natuur te maken. Nee, we zijn aan het restaureren wat we in de vorige eeuw fout hebben gedaan. En daar zijn we nog niet mee klaar. Ik ben vooral boos en teleurgesteld over de rampzalige kabinetsplannen. En ik begrijp dat de natuurbescherming even moet wennen aan die hele nieuwe houding. Als je jarenlang hebt samengewerkt en die andere partner die gaat in één keer hele rare dingen doen, dat je dan niet onmiddellijk de barricades opgaat. Maar dat moet wel gebeuren, want die plannen zijn dermate rampzalig dat als je de natuur voor de toekomst in Nederland veilig wilt stellen, dat je die verantwoordelijkheid hebt als natuurbeschermingsorganisatie. De natuur is van ons allemaal en je hebt als overheid een grote verantwoordelijkheid. Als je dan afspreekt om die natuur weer te gaan herstellen, hè, om dat zo dicht mogelijk te komen bij de vroegere situatie, en je laat het opeens zonder reden afweten, want het mom is bezuinigingen, maar dat is niet echt de reden. De echte reden is dat er een soort rare agressie is tegen de natuur. Men wil gewoon even geen natuur meer. Maar als overheid kun je niet met onderbuikgevoelens regeren, dan moet je op basis van feiten regeren. En als ik dan staatssecretaris Bleker hoor zeggen dat de grutte helemaal niet achteruit gaat, dan denk ik, dit is dus de verkeerde man op de verkeerde plaats. Van 120.000 paar zijn we naar 40.000 paar gegaan. En juist in het agrarisch gebied, daar is de natuur geweldig achteruit gegaan. Daar gaat ze nu nog het hardst achteruit.
Nou, het punt is natuurlijk dat er moet overal bezuinigd worden. En in die sfeer, dus ja, ook maar een beetje bezuinigd op de natuur. 60% is niet een beetje. Dat betekent afbraak van de natuur, dat betekent zo ongeveer het opheffen van staatsbosbeheer. Dat betekent dat je de natuur niet verder kunt ontwikkelen. Maar ja, als je in een groen decor loopt, dan lijkt dat al gauw natuur. Maar alleen maar een groen decor is geen natuur. Daar hoort veel meer bij, daar hoort een heel ecosysteem bij om dat goed te laten functioneren. En met z'n allen genieten we er wel van, we gaan er wel naartoe. Dus het is, ja, het is eigenlijk een soort goudschat die we hebben. Ja, en goudschat moet je niet bij boeven in beheer geven, daar moet je heel zuinig op zijn. Tussen het IJsselmeer en de Veluwe liggen een hele hoop landgoederen. Nou, die landgoederen die liggen hier niet voor niks. Want vroeger, toen het IJsselmeer nog de Zuiderzee was, toen overstroomde dit gebied met regelmaat. En met elke overstroming kwam een hele hoop vruchtbare klei mee. Nou, dat zorgde ervoor dat dit een heel rijk gebied was. En dat in combinatie met de hoger gelegen zandgronden van de Veluwe maakte dit een hele geschikte ligging voor landgoederen, zoals hier, landgoed Schouwenburg. Goed, die overstromingen die zijn er niet meer vandaag de dag, maar die landgoederen staan er nog steeds. En dagelijks doen een hele hoop vrijwilligers hun uiterste best om dat landgoed in stand te houden. Ben Bunnekreef is een van hen. Ben, deze gaan we omzagen. Ja. Nou, ik doe mijn handschoenen aan. Ja. Dan wat kan ik doen? Dan kun je me assisteren. Vertel. In wezen laten we hem daarheen vallen. Dus ik zaag hier, als jij hem dan even een beetje wilt leiden, dat hij daarheen valt. Ja? Ja. Ja hoor. Ja, hij komt al bijna. Ja, daar komt hij. Ja. Wow. Oeh, dat is zwaar. Zo. En dit doe jij dus elke dag vrijwillig hier, het Nou, één keer in de week voor het Gelders Landschap. En ongeveer 2-3 dagen in de week voor mezelf nog. Ook nog? Ja, want ik heb een houtkachel en die moet ik dan ook brandend houden. Hè, in de zomermaanden en in het voorjaar, dan zorg ik dat ik hout genoeg heb. Voor de rest, voor het jaar erop in principe. Wat vind je nou zo leuk aan dat het is alleen maar bomen om daar? Ja, wat kan ik je daar nog eens van zeggen? Wat ik mooi vind aan niet alleen de bomen zagen, maar zo'n bos opschonen. Ja. Dat je weer een vrij zicht krijgt onderin. Dat vind ik het mooiste. Hey, wat gebeurt hier nou mee? Blijft dat liggen? Of? Nee, we slepen hem nou weg. We leggen hem op een ril. Ja. En dan dat één stuk haal ik eraf. Je ziet wel, dit is nog een beste stuk wat ik in de kachelkast zou kunnen gebruiken. Ja, precies. Het moet nog een kleine stukjes. Dus laten we hem maar even wegslepen. Doen we dat? Ja? Oké. Okay. Ga jij maar daar aan voor. Okay. Ik pak hem hier. Helemaal goed. Die kant op? Ja, daar gaan we heen. Kruip door het weiland, want de weidevogelboer heeft hij aan de rand van het weiland heeft die paaltjes staan. En daar hangt een lepeltje aan, daar staat in dit geval 10 op. En dat betekent dat hier 10 meter van dat paaltje, dan moet ergens een nest liggen van een van de weidevogels. Nou, dat is niet voor mij natuurlijk, dat bordje. Maar dat is voor de boer zelf, zodat als hij hier gaat maaien later in het seizoen, dat hij niet de gruttojongen of de kievietjongen of wat het dan ook zijn, wegmaait. Dat zou natuurlijk zonde zijn. Ah! Hier ligt het. Oeh, mooi. Mooi kuiltje in het gras, bekleed met strootjes. En 4 eitjes. Oeh, ze zijn warm, ze trillen een beetje. Dus, nou, het zou me niks verbazen als hier vanavond 4 kuikentjes rondlopen. En dat paaltje staat niet voor niks hier, niet hier bij het nest, maar aan de rand van de sloot. Want die weidevogelboeren in Nederland zijn erachter gekomen als je hier een paaltje bij het nest zet. Dat de kraaien en andere vogels dat heel snel leren. Dan kun je gewoon als kraai gewoon naar het paaltje toe vliegen. En dan is het een soort McDonald's waar je eieren kan halen. Dus dat is niet handig. Dus die paaltjes die zetten ze een eind verderop. Sowieso, als die 4 jonge kuikentjes uitkomen, dan moeten ze hier nog zien te overleven.
Nou, eten is hier voldoende, volop bloemen, volop insecten. Maar je hebt dus met kraaien te maken, maar niet alleen met kraaien, maar ook met blauwe reigers. Ook ooievaars die zitten hier. Af en toe dan komt er een wezel of een hermelijn langs. En die houden allemaal lekkere kuikentjes. Dus als kuiken moet je hier ook goed kunnen verstoppen. En dat kan hier in het hoge gras, dat kan in de slootranden. En als je dan als jong grutootje groot wordt, nou, dan begint in het najaar de lange reis naar Afrika. En dan hopelijk volgend voorjaar of het voorjaar daarna, dan komen ze hier weer terug. En dan gaan ze hier weer broeden. Geen kuikentjes nog gezien, maar we hebben wel hier vier prachtige eitjes in dit grutto-nest. Waar we dus nu op lopen, ja, dat is een kerkenpad zoals je ziet. Waar de, vroeger de bevolking vanuit hun hoeves of woningen naar de kerk gingen. En die kerk die stond dan daar in Elburg? Nou ja, Elburg ligt daar en Oldenbroek ligt daar. Oké, okay, ze gingen naar de kerk van Oldenbroek waarschijnlijk. Daar, waarschijnlijk gingen ze daarheen, ja. En jullie hebben dit ook allemaal weer opengemaakt, hè? Ja, ja, dit hele stuk, als je hier in die bermen kijkt, dit hebben we helemaal opgeschoond, 1,5 jaar geleden. Maar je ziet, het groeit toch al wel redelijk gauw dicht. Ja, dus jullie moeten door blijven werken. Nog, we hebben nog werk genoeg hier. Ja, wel een mooi paadje geworden, hoor. Ja. Zo. Wat een mooi verborgen plekje op het landgoed is dit. Ja, dit is echt een heel mooi plekje. Ja, ja. Ik snap wel dat dit jouw lievelingsplek is. Ja. De damestuin, heet het toch? Ja, ik heb hem ook laten vertellen dat dit de damestuin is, ja. De dames liepen hier een rondje en met een parasol, ik zie ze toch zo over dan. Ja, met die mooie jurken zo, je kan het je helemaal voorstellen, ja. Terwijl de heren binnen cognac dronken en sigaren rookten, ja. Die grote, ja. Kom je hier vaak? Ja. De laatste paar jaar regelmatig, ja. Daarvoor kende je het hele landgoed niet? Nee. Ik woon hier nog geen 500 meter af, maar ik was er nooit geweest. Sinds ik opgehouden ben met werken en ik bij het Gelders Landschap gekomen, sindsdien ken ik het pas. Maar ik kan me voorstellen dat als je vrijwilliger bent op een landgoed, dat je dan al je hele leven stiekem droomt van wonen op zo'n landgoed. Ja, ja. Of was dat niet zo bij jou? Nou, ik heb wel gedroomd vroeger, maar daar niet zo van. Nee? Nee. Jouw leven was totaal anders. Helemaal anders, ja. Ja. Alleen maar werken. Dus mijn vrouw zegt wel eens, ik heb je in al die jaren nog niet zo vaak gezien dan de laatste 2 jaar. Of 3 jaar, ja. Wat geeft het jou, Ben, dat vrijwilligerswerk? Ja, toch een stukje voldoening. Je hebt toch wel het gevoel dat je met dingen bezig bent waar je vroeger nooit aan gedacht hebt. Terwijl je toen zoveel werkte. Ja, maar ja, toen moest je alles. En nu, ik moet niks meer. Nu mag het. Ja, als ik er, in principe, als ik het niet wil, doe ik het niet. Dus, en het Gelders Landschap, het is vrij, je hebt weinig verplichtingen. Alleen als je je voor bepaalde dingen inschrijft, ja, dan moet je opdraven. Nou, dat doe ik dan ook. Ben je gelukkig? Ja hoor, ja. Echt. Nou, we zijn inmiddels aangekomen op de oever van het Veluwemeer. En het zit hier vol met vogels. En allemaal rietvogels. Iets anders dan vanochtend. Vanochtend zaten we in de weilanden met de weidevogels. En hier op de natte overgang zitten steeds meer rietvogels. En ik hoor de hele tijd een rietzanger. En die moet hier ergens zitten. En ja. Oh, hij zit er mooi te zingen. Boven het topje. Een bruin vogeltje met een mooie witte oogstreep. En die rietzangers, ja, die rietzangers die zijn in Gelderland niet zo heel algemeen. Hier aan de westkant van de provincie, langs het Veluwemeer en langs het Drontemeer, daar zitten ze volop, maar in de rest van Gelderland kom je ze eigenlijk niet tegen. En nog niet zo heel lang geleden, een jaar of 10, 20, toen dachten we nog dat die vogel heel erg zeldzaam zou gaan worden. Maar gelukkig de laatste jaren kruipt die stand langzaam omhoog en zitten ze op steeds meer plekken. Ik hoor ook nog een kleine karakiet. Die zit volgens mij ietsjes verder op de achter. Gaan we even dichterbij zoeken.
er zit hier een kleine karakiet te zingen in het riet. Ik probeer ietsjes dichterbij, maar het is moeilijk. Even zoeken. Ah, daar zit hij. Ja, dat is een mooi beestje. De kleur van het riet is lekker verstopt. Je vindt hem bijna niet. Maar heel mooi zie je dat met het keeltje. Je ziet zijn snavel dat het op en neer gaat omdat hij zit te zingen. Hij zingt zijn eigen naam, karakiet. En kleine karakiet is toch een erg leuk beest. Die zat gewoon, nou, 2, 3, 4 weken geleden zat hij nog in de Sahel, Midden-Afrika. En in de tussentijd is hij dus duizenden kilometers gevlogen naar Nederland, hier naar Elburg. Om hier in het riet een nest te gaan bouwen en zijn jongen groot te brengen. Nou, je vindt het niet leuk hoor. Ja, weg. Erop, je allereerste dag. Ja, was leuk. Was leuk, ja. Ja, prachtige dag. Het is gewoon echt lente. Heerlijk. Het is onwijs lekker weer. Daarmee hebben we het echt heel erg getroffen. Ja. En heb je de schoolexter gezien? Ja, we hebben schooexters gezien. En hij zat op een ingezaaid akkertje. Ja. En naast de schoolexter natuurlijk ook gelukkig gruttels, tureluur, kieviet. Dus dat was mooi. Ze zijn er allemaal eigenlijk nog. Ze zijn er nog, ja. En heb jij nou het idee dat het goed gaat met de weidevogels? Of... Nee, het gaat niet goed met de weidevogels in Nederland. Zo'n 20 jaar geleden zat meer dan 90% van de Europese weidevogels die broeden in Nederland. En nu zit nog maar iets meer dan 50% van diezelfde weidevogels in Nederland. Dus heel veel minder. Ja, ze gaan heel hard achteruit, nog steeds. En zo'n initiatief als die weidevogelboer die ik dan vanochtend ontmoet heb, heeft dat zin? Ja, ik denk wel dat het zin heeft. De achteruitgang die wordt denk ik geremd. Misschien kunnen we het stoppen. Ja. Maar willen we ze op de lange termijn redden, dan zullen we echt hele grootschalige gebieden moeten aanwijzen en beheren voor die weidevogels. Dus echt puur alleen voor de vogels? Voor de vogels en niet voor productie. Van vlees of melkkoeien, wat dan ook. Ja. Ja. Maar ja, voor zo'n project is gewoon geen geld nu. Ja, het kost heel veel geld. En inderdaad, met deze politiek is dat denk ik niet. Nee. Maar op de lange termijn zal dat er ook wel komen en komt het weer beter. Dus het is een kwestie van afwachten. We moeten even geduld hebben. Er zit ook een paardje met jongen. Echt waar? Ja. Zie je zo die je helemaal vooraan ziet? Ja. Ja, ik die zie in ieder geval... Die jongens zijn helemaal zichtbaar. Nee, hier. Precies. Ze zijn best wel goed zichtbaar nog, hè? Deze zit nog niet eens zo hoog in de boom. Nee, deze zit een beetje laag. Dus inderdaad, als die vos hier naartoe zou zwemmen, dan heeft die toch wel een probleem. Dan is die de zaak. Ja.